hoop hindernissen, maar ga zitten. De microfoon ligt daar in de stoel. Ja. Uw microfoon ligt hier rechts in de stoel. En als het goed is, staat hij ook aan? Ja. Gelukkig. Staat hij jou ook aan? Die van mij staat nu ook aan. Hey, Johan Derksen, hartstikke leuk dat je er bent. Fijn dat je hier tijd voor vrij kon maken. Ja, je hebt ze zo lang achtervolgd. Ik moest wel, hè. We hebben ons best gedaan. Ja, inderdaad. Nou, voordat we beginnen echt met het interview, beginnen we even met een leuk fragment. Want we zijn een paar vrienden van jou. Ze hebben we ook achtervolgd. Heb ik die dan? Kennelijk wel. Lucas en ik staan vandaag in het centrum van Den Haag. Dat is de thuisplek van de Haagse band The Clarks. Ja, we spreken hier met de frontman van The Clarks, Micha Gasveld. Hij heeft samen met de Clarks en Johan Derksen veel theatershows gedaan en was de huisband van VI vandaag. Wij zijn hem ooit een keer tegengekomen op een feest met allerlei artiesten uit de 60e jaren die wij toen begeleiden. En toen kwam Johan met het idee om daar een theatershow van te gaan maken en dat hebben we ook gedaan. Ik denk dat er weinig mensen zijn die ook werkelijk zo van muziek houden. Het is niet alleen dat hij, net zoals iedereen, in zijn jeugd meedoet met wat erin is, maar hij is ook echt trouw aan de muziek. Zijn hele leven lang is hij echt van muziek blijven houden, platen blijven kopen, blijven luisteren. Ja, het is zijn lust in zijn leven. Maar ja, je moet je voorstellen dat wij hadden bij die theatershow hadden we ook altijd een reizend museum mee. Het Rock Art Museum uit Hoek van Holland. En die hebben ook platen, cd's. En iedere avond kocht hij wel 3, 4, 5 cd's. Gewoon een paar jaar lang. Dat was gewoon on the side. Los van wat hij natuurlijk. Hij reist speciaal naar een of ander platenwinkeltje ergens in het land. Waarvan hij vindt dat ze dus een grote keuze hebben. Daar gaat hij, ik weet niet, misschien wel wekelijks naartoe. En dat doet hij al jaren. Dus ga maar na als je dat 60 jaar lang volhoudt. Ik denk dat hij tegen de 100.000 platen zit. Hij wel cd's platen, ja. Ja, een vriend van jou gesproken. Nou, dat is wel een hele leuke man. En dat is ook een hele interessante man. Dat is een Joodse man. En die had een heel groot vastgoedbedrijf in Amsterdam. Liep altijd in keurige kleding. Maar hij vond zijn werk eigenlijk niet leuk. Hij stierf van de poen, maar vond zijn werk niet leuk. En toen moest hij met zijn voetbalclubje, dat was Kwik, ook zo'n deftige club uit Den Haag, moesten ze naar een toernooi in Arnhem met allemaal van die deftige clubjes. En daar stond een feesttent met een bandje. En toen zat hij te kijken en toen dacht hij, zo'n bandje is veel leuker dan veel geld verdienen in het vastgoed. En toen is hij gestopt met vastgoed, heeft hij een bandje begonnen, 40 jaar geleden. En heeft het bandje nog steeds en heeft het prima naar zijn zin. Ja, want die passie voor muziek, die delen jullie dus met elkaar. En nou ja, hij moet niet overdrijven hoor. 100.000 is een beetje veel. Maar ik heb wel een huis moeten bouwen. Ik woon wat kleiner dan ik hier in het westen woonde. Een huis erbij moeten bouwen om mijn spullen op te ruimen, ja. Ja, precies. Nou, maniakaal ben ik wel. Die liefde voor muziek, die heb je al je hele leven. Maar we gaan eerst eigenlijk even een paar stappen terug. Want we zitten hier natuurlijk in een ruimte met allemaal studenten van rond de 20. Onze eerste vraag, waar was jij toen je 20 was? Toen was ik voetballer. Toen werd ik net verkocht van Go Ahead en Deventer naar Cambuur in Leeuwarden. En je was toen ook net uit huis. Nee, ik was met mijn 16e weg, hè, ja, vanwege het generatieconflict. Ja, precies. Maar dat uit huis gaan, 16 is best wel jong. Was dat een opluchting voor jou om uit huis te gaan? Ja, ik kom uit een heel rechts christelijk gezin en daar mocht bijna niets, hè. Nee, dus dat had wel zeker met die thuissituatie. De strijd om lange haren, dat liep zo uit de hand. En dan had je eindelijk lang haren en dan moest je in dienst, liep je weer 1,5 jaar voor lul. Mm-hmm. En toen ik uit dienst kwam, heb ik me voorgenomen, zolang ik haren heb, laat ik het groeien ook. Nou ja, dat zien we. Dat is niet iedereen blij mee, want de oude Hans Kraai, de vader van die kleine Hansje, die zat altijd bij ons in de studio in het programma. En die kwam dan binnen en dan keek hij me aan en dan zei hij altijd een beetje weemoedig van, je hebt nou zo'n keurige baan, waarom heb je dat George en Jimmy haar nog altijd? Dat begrepen die mensen niet. Zelfs Hans, iedere lul kan naar de kapper, hè? Ja, daarom dus gewoon een beetje dat verzet, toch? Ja, want jij was dus eigenlijk, je ging best wel in verzet tegen de generaties voor je door het lange haren. Je was, die waren ongeveer qua mentaliteit hetzelfde als de woke groepering nu, ja. Hun zijn hetzelfde als de woke groepering, want daar wilde ik het eigenlijk over hebben. Want jij geeft dus aan in verschillende interviews dat jij vroeger best wel voor verandering was.
En ja, daar je ook tegen verzetten, tegen je autoritaire vader. Alleen, tegenwoordig heb jij best wel veel kritiek op bijvoorbeeld woke, die ook voor verandering is. Ik ben wel voor verandering, maar niet voor vertrutting. Maar u noemt uzelf wel conservatief? Nou, dat hebben andere mensen gezegd, dat ik conservatief ben. Dat neem ik maar aan dan. Ik hoef geen etiketje te hebben, maar ik vind iets goed of ik vind iets fout. En ik zit daar om dat te uiten. Maar ik word een beetje moe van al die mensen tegenwoordig die willen deugen. Hè? En alles heel erg vinden. Ik las nou vanochtend in de krant dat God genderneutraal wordt. Hè? In de Anglicaanse kerk in Engeland. En dan denk ik, ja, het zal wel aan mij liggen. Maar voor mij zijn ze niet goed bij hun hoofd. Ja, over... Vond je geen leuk antwoord, zie ik. Nee, absoluut. Dat antwoord mag u zeker geven. Ik ben even aan het omschakelen. Want hier gaan we het zeker zo meteen ook nog heel veel over hebben. Maar ik wil eigenlijk eerst even het ergens anders over hebben. Namelijk over de zwart geldaffaire bij FC Groningen. Ja. Daar heb jij een bekendmaking gedaan. Het heeft best wel veel gevolgen gehad. Er zijn 3 mensen die moesten naar de gevangenis. En de vrouw van de secretaris heeft zelfmoord gepleegd. Maar... de media, daar hadden we het net ook al over, maar die waren best wel trots op die onthulling, want het is niet niks om zoiets te onthullen. Maar was je dan trots op jezelf nadat je zoiets onthult? Toen wel, want het was toen echt een grote primeur. En dat maak je rond en je bent journalist naar hart en nieren, dus je hebt de feiten op een rij. Je publiceert het. De tegenpartij had natuurlijk een advocaat en die had geen poten om op te staan, dus de feiten klopten. Maar als je dan 20 jaar ouder bent en je ziet de gevolgen van zoiets. De secretaris ging de gevangenis in en die vrouw heeft inderdaad zelfmoord gepleegd. De penningmeester die had een scheepswerf, die is failliet gegaan. En de voorzitter die is berooid gestorven later. Was al zijn geld kwijt. En dan denk ik, was die primeur en even de belangrijke journalist in Nederland zijn... het waard om zoveel leed aan te richten. Hè? Dat ga je dan zelf aanvragen. Dat is journalistiek natuurlijk een heel slechte gedachtegang. Ja, wat ik wilde net vragen, dat is toch eigenlijk ook de taak van een journalist om dat soort dingen te onthullen? Ja, maar ik heb het ook wel gedaan. Maar ja. als je wat ouder wordt... Maar je hebt wel gezegd dat je het niet weer zou doen. Ik heb me afgevraagd, als ik nu op mijn leeftijd nu tegen zoiets aan zou lopen en ik zou de gevolgen al kennen, dat ik dan wel 2 keer na zou denken. Oké, maar zou je het dan uiteindelijk wel of niet nog een keer gedaan hebben? Geen idee. Welk antwoord wil je dat ik geef? Nou, een eerlijk antwoord. Ik denk dat ik het niet meer zou doen, nee. Oké. We gaan eerst maar even... ik ben nog geen journalist meer, hè? Ik ben een antenne van platte humor nu. Ja, oké. We gaan eerst even door naar Never Have I Ever, een van onze rubriekjes. Er staat een bordje naast je stoel. Ik vind het vreselijk om van zo'n trap af te lopen. En ik hou helemaal niet van spelletjes. Maar ga ja, door. Nee, we... ja, je valt met de neus in de boter. Waar hou jij wel van, Johan? Nou, ik ben een vrij saaie man. Kijk, als je dan op zo'n bijeenkomst komt... dan mag iedereen me vragen wat ze willen. En ze mogen me een lul vinden. Dat interesseert me niet. Maar al die toeters en bellen... dat is ongeveer de gezelligheid die ik haat bij Talpa. Die hebben ook overal leuke dingetjes bij. Dat is leuke tv, maar ik vind dat niet leuk. Nou, misschien vindt u dit wel hartstikke leuk. Nou, ik ben benieuwd. Nou, het publiek kent het, denk ik, het grootste deel wel. Als je, ik ga een paar stellingen opnoemen. Als je het een keer gedaan hebt, mag je gaan staan. En als je het nog nooit gedaan hebt, dan mag je blijven zitten. En je hebt de groene kant en ja, de rode kant gezien. Van het bordje. Ja. Ik heb nog nooit een hele domme investering gedaan. Dus als je het wel hebt gedaan, mag je gaan staan. Oké, niet veel mensen. Een uitzending van VI gezien. Als je het wel hebt gedaan... Ja, kijk. Ik wou zeggen. Nou, ze kijk, hebben wel smaak, hè? Ja, ik wou zeggen. Dat was lullig geweest, hè? Als ze allemaal waren blijven zitten. Kijk je de uitzending wel eens terug? Nee, nooit. Ik kijk nooit. Die mensen die echt... ik ben verdwaald hè, daar in dat wereldje. Ik heb altijd in de journalistiek gewerkt en ik ben verdwaald in dat wereldje. En omdat het legaal stelen is daar, blijf ik nog eventjes. Maar
ik vind het zo gênant om naar jezelf te gaan zitten kijken. Maar heb je ook nooit gedaan? Nee, heb ik nooit gedaan, nee. Daarbij zou ze bij mij thuis niet bijkomen van het lachen als ik betrapt word met het zelf naar mezelf op tv kijken. En dan word ik nog liever betrapt met masturberen dan met naar tv kijken naar mezelf. Volgende stelling, jongens. Een sigaar gerookt. Ik weet dat er een paar in de zaal zitten die... En deze vind ik zelf wel leuk. Speed gebruikt. Speed gebruikt. Ja, dat is een leuk verhaal, of niet? Nou ja, kijk... Ik vond het een leuk verhaal. Ik was niet zo'n goede voetballer. En ik moest altijd dat die rechtsbuitens aanrennen. En René van de Kerkhof, die rende de 100 meter in 10 seconden rond. En dan zit zo'n stadion vol en dan wil je op zo'n middag niet verloren staan. En ik was toen bevriend met Herman Brood en die had altijd dexedrientjes. En dat verlegde dus de vermoeidheidsgrens. Je ging er niet beter door voetballen, maar je kon de hele nacht door voetballen. En 's nachts deed je een oog dicht, want je lag maar naar het plafond te staren en je was helemaal wakker. Maar dan nam je wel eens zoiets en ik heb gemerkt, als je dan door de week een keer niet lekker in je vel zat, want je werd er ook, je kreeg er een goed humeur van en je had een beter uithoudingsvermogen. Klinkt als een best wel positieve ervaring. En als je dan een pot in de keukenkast hebt staan, dan ben je snel geneigd om ze te nemen. Dus dan is een verslaving die ligt op de loer. Nou, er waren toen destijds denk ik geen dopingstesten. Nee, er waren geen dopingstesten. Wij konden alles opeten wat we wilden. En ik heb het wel meegemaakt dat er van de 22 minstens 15 met schuimbek over het veld liepen. En als die een plasje gedaan hadden, waren ze voor een leven geschorst. Nou, gelukkig kan het misschien nu niet meer. Maar ja, dat... Nou, dat Marokkaanse elftal, dat is ook niet te vertrouwen wat dat betreft, hoor. Je zou af en toe denken met de conditie die ze hebben. Misschien dat Nederland dat ook misschien had moeten doen om verder te komen. Nederland had wel het kunnen gebruiken, ja. Ja, zeker. Hey, we kijken even naar het publiek voor de eerste vragenronde. Als je een vraag hebt, ga staan. Johan, je hebt best wel wat discussies gehad op tv. En tegenwoordig staat daar wat meer druk op. Ook door social media en woke-cultuur. Maar op tv kom je altijd heel kalm over. Ervaar jij die druk? Nee, want ik heb geen social media en de woke-gemeenschap negeer ik. Kijk, ik ben helemaal niet in geïnteresseerd op social media als iemand mij met de grond gelijk maakt onder de naam Klaas Straatjantaren of zo. En ik ben er gewoon niet in geïnteresseerd. En als je het niet weet... Kijk, ik kom wel eens mensen tegen, die gedragen zich een beetje schuw dan. En die hebben mij dan op social media afgemaakt, maar ik heb dat niet gelezen, dus... Ik vraag heel populair of ze een kopje koffie willen. En dan kijken ze een beetje vreemd, maar het interesseert me helemaal niets. Ik weet het niet. En mijn dochter, die woont hier in Utrecht, die zegt ook, hou dat maar zo, kijk maar niet. Mm-hmm. Ja, Johan, u zegt in het programma altijd dat u de stem van de zwijgende meerderheid bent. Maar hoe komt u er eigenlijk bij? Nou, kijk, die talkshows, die zitten altijd vol met... extreme mensen van de linkerkant of van de rechterkant. En er worden allerlei normen op tafel gegooid. Bijvoorbeeld die mevrouw Simons. Die zit tot vervelens toe in zo'n talkshow. Maar wie is mevrouw Simons? Die vertegenwoordigt zo'n groeperingtje in Nederland. Daar hebben wat mensen in de Bijlmermeer op haar gestemd. En dat is het dan. Maar die zit net in een talkshow of ze in een van de grootste partijen van Nederland actief is. En je hebt heel veel mensen die kijken naar die talkshows en die hebben een beetje een nuchtere rechtse mening. Het grootste deel van Nederland. Dat is dan de zwijgende meerderheid. En dat is juist de doelgroep die wij aangetrokken hebben van, die gasten durven het tenminste te zeggen. Kijk, dat merk je dan aan reacties die bij Talpa ook binnenkomen. Kijk, wij zijn niet van de rechterzijde, we zijn niet van de linkerzijde. Maar wij zijn voor de zwijgende meerderheid. En dat blijkt een doelgroep te zijn die graag naar ons kijkt. Want ik snap er geen reet van dat we tussen de 800 en 1 miljoen kijkers hebben. En er zit er ook nog reclame tussen waar heel veel mensen weglopen. Maar als je met dat flutprogrammetje van ons de best bekeken talkshow in Nederland bent, dan is er met de andere talkshows een heel, heel veel mis. Maar is het zo dat als mensen naar u kijken, dat ze het ook gelijk met u eens zijn? Dat hoeft niet.
Nee, het leuke van een talkshow is, je kunt het mee eens zijn en niet mee eens zijn, maar je erger aan iemand is ook heel lekker. Hè? Ja, misschien is dat wel het grootste deel nee, van het maar publiek. Je had vroeger bij de Telegraaf had je een columnist, Leo Derksen, geen familie, maar dat was een hele rechtse reactionaire man en iedere dag zo'n felle column. En dan greep je de Telegraaf en dan las je hem en dan had je de tering in, weet je wel. En toen ging hij met pensioen en dan ga je hem missen. Erger is ook lekker, hoor. Net als Angela de Jong. Nee, maar daar erg ik me helemaal niet aan. Oké. Okay. Nee, nee, nee. Helemaal niet. Zo af en toe. Nee, nee, nee. Nee, helemaal niet. Kijk, je hebt avonden, dan ga je daarheen. En je hebt ook wel avonden. Kijk, het is iedere avond dat je geen zin hebt. Hè? En dan heb je de auto liggen slapen, want ik heb een chauffeur. En dan kom je eraan. En dan begin je aan een discussie en je bent er eigenlijk helemaal niet bij. En dan verzand je in slap gelul. En dan ga je nat. Kijk, het was heel eenvoudig wat ik wilde zeggen. Maar ik had heel veel woorden nodig om niks te zeggen. En het kwam erop neer, als je herhaaldelijk schrijft dat Johnny de Mol, dat er een onderzoek gaande is door het OM voor Johnny de Mol van poging tot doodslag. Herhaaldelijk. Dan denk ik, dan hoor je journalistiek gezien ook even te schrijven dat het OM vrijgesproken heeft, dat de zaak geseponeerd is. Maar dat wordt dan doodgezwegen. Dat vind ik geen nette journalistiek. Dat vind ik stemmingmakerij. Nou, dat was het eigenlijk. En ja, goed dat u hier een punt kunt maken. U had het daar toch wel in een 5 minuten lange discussie voor ja, nodig. Nee, maar dat was mijn schuld. Ik liet het uit de hand lopen, gewoon omdat ik niet scherp was. Nou, en dan sta je een keer voor lul, en dat is helemaal niet erg. Gelukkig komt Angela de Jong zo meteen ook nog terug. Maar daar gaan we het later over hebben. We gaan het eerst hebben over jouw werk bij Voetbal International. Want daar heb je natuurlijk 38 jaar voor gewerkt. Waarvan jij ook nog eens 13 jaar hoofdredacteur was van Voetbal International. Maar hoe lukt het je eigenlijk, of wat is de tip voor de studenten om ervoor te zorgen dat jij kan doorgroeien als gewone redacteur naar bijvoorbeeld een hoofdredacteur of een eindredacteur? Ja, om te beginnen, kijk jongens, dit is geen vak voor talent. Dit is een vak voor ijverigheid. Hè? Ik was geen groot schrijver. En er waren altijd op de redactie heel veel mensen die een beter pennetje hadden. Maar het gekke is, dat zie je in iedere branche, dat mensen met een talent, die parasiteren op dat talent. En die zijn nooit ijverig erbij. En zo'n gozer die schrijft een hartstikke mooi stuk en dan met je beperkingen stroop je je mouwen op en je werkt harder en dan win je het altijd. Want ik ben nooit een talent tegengekomen die ook een waanzinnige goede instelling had. Want dan had je een supertalent. Maar ik heb me altijd moeten redden door wat harder werken dan de collega's. En dan red je het gewoon. En kijk, ik ben vroeger heel veel op dit soort bijeenkomsten geweest. En dan schrok ik er altijd van, de ambities van de jongelui. Want eigenlijk willen ze alleen naar de Volkskrant of NRC. En gewone stukjes maken en gemeenteraadsverslagen, dat waren ze niet in geïnteresseerd. Nee, ze wilden wel commentaren schrijven. En dan denk ik, jongens, wees blij als je hier weg bent en je mag een stukje schrijven voor een huis en huisblad. Ik ben in de prettige omstandigheid dat ik alles gedaan heb in de journalistiek. Ik ben begonnen bij een huis en huisblad. Er werd iemand ziek. Ik werd er neergezet. 5 of 6 pagina's in de week volschrijven. Dus iedere dag moest je een pagina maken. Hè? En ik durf het niet meer na te lezen, maar die pagina's die waren wel vol. Nou, later ben ik naar het dagblad gegaan. Ik heb politieverslaggeving gedaan. Ik heb politiek gedaan. Ik heb nooit sport gedaan, totdat ik bij VI was. Ik heb alles gedaan en dan leer je in het vak. En in mijn tijd was de school voor journalistiek nog geen must. Het was net begonnen volgens mij in de eind 60er jaren. En de keren dat ik op de school voor journalistiek was, en dat is niet persoonlijk bedoeld, ik heb nu helemaal geen overzicht meer wie de docenten zijn hoor. Maar als ik dan vroeger als gastdocent kwam, dan wemelde het van de docenten op zijn school van de journalistiek, die zelf in de journalistiek waren mislukt. En die uit een soort nood docent waren geworden. Want als je namelijk iets kunt in de journalistiek, dan sta je hier niet een middag les te geven, lijkt mij. Ik hoop niet dat er docenten in de zaal zijn. Nou, volgens mij combineren de meeste docenten bij ons op school het. Maar dat weet ik ook niet zeker. Nee, maar het zou dat kader best goed zijn.
Alleen, ja, dat zijn allemaal van die grootverdieners in mijn wereldje. Maar dat mensen, topjongens van de grote kranten, topjongens van de tv, dat die hier één keer in de week zouden opdraven om het een en ander door te geven. Hè? Want er heerst hier een beetje een romantische vooruitzicht van werk in de journalistiek. Maar zo romantisch is het niet. Oké, maar even terug. Uiteindelijk is het dus voor de studenten beter om zoveel mogelijk te doen en om hard te werken dan om een talent te hebben voor bijvoorbeeld schrijven. Ja, dat maar is... een talent heb je en dat ontwikkel je als schrijvend. Maar als je hier op school komt, dan kan de een beter schrijven dan de ander. Ja. Maar degene die niet zo goed kan schrijven, hoeft niet te wanhopen. Nee, gewoon hard werken en dan... Dan moet je hard werken, ja. Goed, toen je stopte als hoofdredacteur, toen werd je overgenomen door Van Hulsen en Van Veghel. En daarover zei je, de dag na mijn afscheidsfeest zie ik de twee nieuwe hoofdredacteuren binnenkomen. Het waren totaal andere mensen. Plotseling hadden ze een pak aan en straalden ze verkeerde arrogantie en macht uit. Dit gedrag stond jou kennelijk niet aan. Maar hoe moet je je dan wel opstellen naar het team wat je leidt? Nou, dat waren jongens die waren adjunct bij mij en die hebben jarenlang bij mij heel goed gefunctioneerd. En een commercieel blad maken heeft niks met journalistiek te maken. Hè. Ik was blij dat ik met pensioen ging, want van journalistiek was geen sprake meer. Je moet bladen verkopen. Je denkt toch niet dat de Raad van Commissarissen vindt dat je een journalistiek product moet afleveren? Nee, de verkoopcijfers zijn geïnteresseerd. En ik kon heel goed op de stoel van de lezer gaan zitten. Ik liet ieder half jaar een lezersonderzoek gebeuren en dan kreeg je precies wat de lezer wilde. Dan wist ik precies hoe alle rubrieken gewaardeerd werden. Ik wist welke clubs ze het liefst lazen. En het was heel eenvoudig. Mijn column van de Gijp met Michel van Egmond en die achterin staat, Nico Dijkshoorn, dat waren de rubrieken die het meest gelezen werden. Dus die hou je erin. Nou, dan was er Ajax en Feyenoord willen ze en Oranje als ze willen. Maar eerste divisie voetbal was niemand in geïnteresseerd. Nou, dan hoef je er niet in te zetten. Doe je niemand er plezier mee. Maar waren Van Hulsen en Van Veghel dan niet zo goed als jij als in op die lezersstoel gaan zitten? Hadden ze dat talent dan niet? Nee, of? Je moet als hoofdredacteur moet je niet zozeer een journalist zijn, maar meer een bladenmaker. Je moet zorgen dat je blad verkocht wordt. En zij maakten de traditionele fout door hobbyisme te gaan bedrijven. We zijn nou de baas, die Lange van Veghel en hoe heet die andere? Tom? Hulsen. Tom van Hulsen, ja. Die was fan van Engels voetbal en ik was nog niet weg. Of het hele blad stond vol met Engels voetbal, met Ipswich Town, waar geen hond in geïnteresseerd is. Maar op de redactie zelf, dan hoe stel je dan op tegenover het team om ervoor te zorgen dat dat goed gaat en dat je met elkaar op één lijn zit? Je moet als hoofdredacteur ordinair de baas zijn. Maar hielp dat dan niet dat ze een beetje die arrogantie en een beetje die macht uitstraalden? Want dat stond jou kennelijk niet aan. Nou nee, ze gingen meteen mensen ontslaan en zo. Hè? Mensen die 20 jaar goed gefunctioneerd hadden. Nou, daarover gesproken. U bent dus ook ontslagen bij Voetbal International in 2015. Nou, ik ben niet ontslagen hoor. Dat staat overal, dat u bent ontslagen. Nee, ik heb een... Klopt het niet? Nee, dat zit anders. Ik was al weg bij VI en toen vroegen ze mij om nog 5 jaar de boekenuitgeverij te runnen. En na 2 jaar, toen wilden de mensen van de boekenuitgeverij, die wilden naar een andere uitgever. En die waren gewoon in loondienst en die konden gewoon overstappen als je in loondienst bent. Maar ik had een contract getekend. Dus mij hielden ze aan dat contract. Ik kon niet mee. En toen kwam die schrijver uit Utrecht, ik weet niet meer hoe die heet, die zit ook altijd op de tv, had zo'n kookprogramma. Zou het nu niet weten. Ik kijk geen 24 Gippard. Gippard, die kwam mij interviewen. Ik denk, nou, dit is mijn kans om de Raad van Commissarissen en de directie van de Weekbladpers helemaal met de grond tegelijk maken in de VARA-gids. Want ik wist zeker, die linkse jongens van de Weekbladpers, die hadden de VARA-gids. En toen zat ik een dag later met ze aan tafel. En toen heb ik gezegd, ja, ik wil alleen maar weg. En toen hebben hun later, geloof ik, een persberichtje de wereld ingestuurd dat ik ontslagen was. Want dat was helemaal niet waar. Maar ik was helemaal niet in dienst. Ik had een contractje getekend. Maar dat betekent dus, het was niet zo dat je bent ontslagen omdat jij een ander voetbaltijdschrift wilde beginnen? Nee joh, ben je gek. Maar waarom brengen ze dat dan de wereld in? Ja, maar dat was een beetje rancune. Maar dat vind ik allemaal niet zo erg, joh. En heeft het ook niet mee te maken dat jij je soms negatief uitliet tegen bepaalde mensen van Voetbal International?
Ja, ik weet niet wat hun beweegredenen zijn, maar ik heb me er niet zo druk om gemaakt. Dat zou ik jou was ook niet doen, hoor. Gesproken over weg willen, we hebben even een fragmentje. Kijk, jij hebt twee avonden te kennen gegeven dat je totaal niet op de hoogte was van de gang van zaken. Oh, dat is het dan nu weer. Dat ik niet op de hoogte was. Ja, ga door. Ja, je hebt enkele onzin uitgeslagen. Oh, heb je nu ook al onzin uitgeslagen? Leg eens uit. Nou, het was allemaal feitelijk onjuist wat je zei. Ik zet niemand verloren. Ik kom alleen maar met feiten, Johan. Nee, je wil scoren. Je wil scoren. Je bent goedkoop scoren. Je hebt scheid aan alles. Je wil scoren. En je zet je eigen collega's voor lul neer. Op het moment dat ik denk dat het niet klopt, mag ik daar wat van zeggen? En nee. Ik wil niet scoren, Johan. Volgens mij probeer ik de waarheid op tafel te krijgen. En als jij zegt dat die waarheid niet klopt, dan is het toch jouw goed recht? Zeg dat toch uit, Wilfred. Je weet helemaal nergens van. Je hebt één bronnetje, die ook nog gekleurd is. En dan ga je hier brengen alsof je het wagenwiel hebt uitgevonden. Je noemt het ook nog journalistiek. Het is lachwekkend. Johan, die bron, dat zijn spieren zwart op wit. Ik wens je veel succes. Zwart op wit? Ja, we zullen het zien. Als dat zo was geweest, had Heerenveen die rechtszaak wel doorgezet. Nee, want het is op jullie verzoek dat jullie morgen een gesprek hebben. In ieder geval als VI willen we niks meer met jou te maken hebben. Heftige uitspraken. Ja, dat kan ik wel uitleggen, want dit komt hier als een soort gek over. Er hadden twee jongens van VI, die hebben 3 maanden op Heerenveen gezeten, waar de directeur niet functioneerde. Mm-hmm. 3 maanden daar rondgelopen en die hebben een... Ja, heel goed verhaal hebben die erover gemaakt. Maar Heerenveen, die voelde dat aankomen. Maar de directeur, meneer Veenstra van Heerenveen, die heeft een vrouw, die zat bij Wilfred in de klas. En die vrouw heeft Wilfred een avond... Eerst had Heerenveen een proces aangespannen. En dat durfde ze uiteindelijk niet. Maar die hebben toen Wilfred gebeld. Van, er klopt niks van wat er in VI staat en dan moet je wat aan doen. Maar... Kijk, ik zat daar als hoofdredacteur. Ik moest mijn redacteuren beschermen die 3 maanden erin gestoken hadden. En Wilfred had 5 minuten met meneer Veenstra gesproken. En dat deed hij dus op de dag. Daarna zou die VI uitkomen. En dan wou hij even scoren over mijn rug dat het allemaal onzin was. Maar ik kon niet mijn redacteuren laten vallen die echt een goed product geleverd hadden. Nee, even over die ene bron. Want wij worden hier op school echt mee doodgegooid. 1 bron is geen bron. Waarom? Kun je dat toelichten? Wie zegt dat? Nou, dat alle docenten hier. Ja, nou, daar hebben ze er geen verstand van. Hebben ze nooit in de praktijk gewerkt. Oei, maar... Als je een goede bron hebt, is 1 bron goud waard. Maar wanneer is 1 bron dan een goede bron? Mensenkennis. Je weet langzamerhand, ik heb daar 38 jaar gewerkt. En ik wist wel welke bron ik kon vertrouwen en welke bronnen tricky waren. Dus dat is gewoon een kwestie van ervaring? Ja. Ja, maar als je een goede bron hebt. Kijk, met Groningen, met het zwart geld, had ik een hele goede bron. Mm-hmm, ja. Hier bij Heerenveen hadden wij een hele goede bron. Maar hij niet. Hij had de bron, de man die neergezabeld zou worden voor zijn beleid... En die bang werd en die ging Wilfred bellen. Veenstra is 3 weken later ook ontslagen bij Heerenveen. Ja, maar je beschuldigt Wilfred hier ervan dat hij niet professioneel is. Maar ik vraag me af, is dit dan wel professioneel? Wat jij hier doet, de problemen op de redactie, op live televisie er gewoon uitgooien. Is dat professioneel? Ja, dat was heel professioneel, ja. Want je gaat nou volledig in de fout met je verkeerde toontje. Want... Dit is een oprechte vraag. Hij had kritiek op de journalisten van VI. Dus ik moest mijn VI-collega's beschermen tegen Wilfred die eventjes wilde scoren. Maar zijn dat geen zaken die je dan onder 4 ogen bespreekt? Nou, ik heb tegen hem gezegd, het is onder de rechter, Wilfred. Dan is het niet gebruikelijk als je daar mensen mee lastigvalt. Oké. Okay. Maar snap je nou of niet? Ja, ik heb een antwoord op een vraag, ja. Ik snap het ook. Nou, ook als je redacteuren fouten maken, moet je ze ook altijd beschermen. Maar je moet altijd je team beschermen. Maar, dat snap Johan, ik. Wilfred Gené was op dat moment ook onderdeel van je team, want jullie maken samen dat programma. Zet jij dan ook niet Wilfred Gené voor schut als jij dan daar gaat propageren van... Hey, als Wilfred Gené... een verhaal neer wil sabelen waar 2 goede journalisten 3 maanden aan gewerkt hebben... en hij heeft 1 telefoontje uit Friesland gehad, dan pik ik dat niet. Nou, ik hoop dat het tussen jullie is opgelost. En dat is waarschijnlijk er is tussen ons niks opgelost.
Ik vind Wilfred Gené helemaal geen aardige jongen of zo. Nee, jullie werken eigenlijk alleen samen als collega's. Hij is nee, maar we hebben niets op elkaar. Nee. Ik werk al 24 jaar met die man. Ik ben nog nooit bij hem thuis geweest. En andersom ook niet, hè? Nee. En hij hoeft ook niet bang te zijn dat ik hem uitnodig. Maar na zulke ruzies dan, wat jullie hebben op tv of ergens anders, hoe kan jij dan het beste dan de dag daarna er toch weer gaan zitten en zorgen dat er eigenlijk niks is, doen alsof er niks is gebeurd en weer het programma maken? Of zet jij er makkelijk overheen? Wij kunnen gewoon ruzie krijgen op tv en de volgende dag dan gaan we er gewoon weer zitten met frisse tegenzin. Nee, dat is niet zo'n probleem. Je dreigde ook na het incident volledig te stoppen. Dat heb je uiteindelijk niet gedaan. En de dag daarna zat je er en je zei tegenover RTL Boulevard dat je wel moest, omdat je pas een nieuw contract hebt verlengd. Maar eerlijk, Johan, zou je er ook niet blijven zitten puur omdat je het leuk vindt om daar te gaan praten? Nee, ik vind het helemaal niet leuk om daar te zitten, nee. Nee, het is echt hebzucht dat ik er zit. Het is niet mijn programma, maar ik kan wel uitleggen hoe dat toen zat. Kijk, als heel Nederland boos op mij is, omdat ik een verhaal vertel van 50 jaar geleden, om aan te tonen dat al die mensen die andere mensen cancelen niet zo hypocriet moeten zijn. Want als je mijn leeftijd hebt, dan heb je allemaal wel iets gedaan in je leven waar je niet zo trots op bent. Dus dat wilde ik doen, maar dan heel Nederland cancel je. De volgende dag was ik al mijn hobby's kwijt. Maar daar kan ik allemaal wel tegen. Maar als dan ook Talpa nog schijnheilige persberichten naar buiten gaat brengen, dat we onze excuses gaan aanbieden. Er werd in andere Talpa-programma's gezegd. Ik zei, ja, als mijn werkgever me ook laat zakken, dan kap ik er toch mee, val lekker dood met z'n allen. De volgende dag, de volgende ochtend in Gollo, de directie van Pound op de stoep met een contract. Die wilden ons meteen overnemen met toestemming van de NPO. Ze wilden ons meteen binnenhalen. Maar John de Mol was op vakantie in Portugal. Ik zei, ja, ik ga er niet meer zitten. En Wilfred en René die waren enthousiast om naar Pound te gaan. En toen kwam John de Mol van vakantie terug. En die zondagmiddag bij hem op het hoofdkwartier in Laren. En we hebben ooit zo'n contract getekend met iets van 48 A4 velletjes. En niets menselijks is ons vreemd. Wij hebben dat bedrag gezien en haastig ondertekend. Maar John de Mol legde even uit dat verder in het contract stond dat als wij weglopen uit het contract, dat wij gedurende de contractduur niet bij een andere zender mogen werken. Dus we hadden 2 jaar niks mogen doen. Misschien... Dus we stonden gewoon met de rug tegen de muur. Misschien handig. En een tip voor de studenten ook. Lees altijd je contract gewoon volledig door. Maar wij laten Wilfred dat altijd doen, want Wilfred is jurist. En we laten hem altijd de contracten goed nalezen. Maar hij doet dat doorgaans ook goed. Maar je wordt zo'n contract van 48 velletjes in die formele taal. Dat is heel vermoeiend om dan geconcentreerd te blijven. Maar grappig dat je dan op dat moment vertrouw je Wilfred er wel in, omdat hij een jurist is. Maar als hij met een bron komt op tv, dan ja, denk ik... Hij was gek gemaakt door een kennis van school. Goed, ik kijk nog even naar het publiek. Als je een vraag hebt, ga maar staan. Hi Johan, ik hoorde het net al een paar keer zeggen over de woke en over de cancel culture. Zowel bij het kaarsincident als ook met Equasi destijds schelde je daar een beetje achter dat je vanuit die hoek werd aangevallen. Maar ik vraag me af, denk je dat echt er in die hoedanigheid wel een cancel culture is? Want ja, waarom is Johan anders nog steeds op tv? Ja, maar ik laat me niet wegjagen door de woke gemeenschap. Kijk, ik ben natuurlijk iemand uit een andere generatie. Hè. Ik ben in de 60e jaren zijn we in opstand gekomen tegen het gezag. In de 70e jaren hadden we de hippies, de flower power, de drugs en seksuele vrijheid. Mm-hmm. En dan ben ik nu 74 en dan zijn er wat dames die vinden dat ik me weer als een soort monnik moet gedragen. Ja, ik geef daar niet aan toe, want ik ben zowel geestelijk als financieel onafhankelijk. Ik laat me de mond niet snoeren door die wijven op tv die willen deugen. Maar waarom schel je dan toch een beetje dat je wordt aangevallen vanuit een cancel culture? Nou ja, dat zijn de mensen. Ik ben toch niet blind? Ik zeg wat op tv wat ze niet aanstaat. En de volgende avond stromen de talkshowtafels vol met dames die er schande van spreken. En dan denk ik, ja, dames, hebben jullie nooit een jongen uit een hogere klas gepijpt in de fietsenhok? Nou, ik kan niet voor die dames spreken. Nee, maar denk je dan niet dat die cancel culture dan toch best wel meevalt?
Nee, en ik heb ook gemerkt dat ze heel machtig zijn. Want het was, ik vond het wel een teleurstellende ervaring dat mensen die hoofdredacteur en directeur waren van firma's, dat die zich lieten leiden door de gekte op social media. Kijk, social media heeft de rel veroorzaakt, want anderhalve dag na dat programma had er nog niemand gereageerd. Maar dan komen er wat dames op social media. En dan hebben de mensen het tv-programma niet gezien, maar dan reageren ze op social media. En het wordt steeds erger. En dan zie je dat mensen van radiostations en officiële instanties, die stoppen dan met je samenwerking op basis wat ze op social media zien. Die hebben mij niet ergens naar gevraagd. Dus ze hebben wel macht. Oké, dankjewel. Goed, we gaan even door naar de volgende vraag hier beneden. Hallo. Aangenaam. Dus ja, u zegt in de jaren 60, 70 te zijn opgegroeid. Een generatie wat u denkt ruimdenkiger te zijn, maar als ik dan kijk naar vandaag met meer vrouwenemancipatie, Black Lives Matter, LHBTI-rechten, mentale zorg voor mannen en vrouwen, dan denk ik toch dat deze generatie vrij ruimdenkender zou zijn. Dus mijn vraag is, op wat voor manier was de jaren 70 ruimdenkender dan vandaag? We waren vrij om te doen en laten wat we wilden. En daar hebben we heel veel plezier aan beleefd. En alles wat je nu opnoemt, dat vind ik heel vermoeiend. En daar wil ik me niet druk om maken. En ik vind het eigenlijk allemaal lulkoek. Dus eigenlijk was het ruimdenkender. Vind je dat een verbetering van de maatschappij, de dingen die jij opnoemt? Als vrouw zijnde, zeker. Noem eens wat dan. Nou, als we kijken naar de jaren 60, 70. Ik mag scheiden zonder dat mijn man het zegt. Ik mag een eigen bankrekening openen. Ik kan de abortuspil nemen. Ik kan een baan hebben met een eigen inkomen. Er is toch niemand vandaag in de dag die een vrouw dat soort dingen verbiedt? Precies, maar alleen, toen wel. Alleen dus de GPV meer doet dat nog. Maar dat bedoel ik. Dus vandaag kan het allemaal. Nee, maar daar staan wij jongens in de 70e jaren ook achter, hoor. En kijk, in de 70e jaren hebben we redelijk de beest uitgehangen, maar allemaal met wederzijds goedvinden. Dat waren geen verkrachtingen. Hoe weet je dat? Nou, omdat er nooit een meisje geklaagd heeft. Nou, oké. Dan ga ik even iets persoonlijks vertellen. Weet je, u staat hier een beetje... Ik heb helemaal geen zin om in jouw persoonlijke verleden te graven. Oh, dat is jammer. Maar wij trokken met elkaar op en er was een vrij leven. Maar het was niet zo dat daar dingen gebeurden die niet konden. Dat was allemaal met wederzijds goed vinden. Nou, hier is een vraag dan. Ik ben in mijn eerste jaar aangerand door medestudent. En ik was ook dronken en ik ging mee met hem naar huis om te blijven slapen. Net als de vrouw van het kaarsverhaal. En ik ben uiteindelijk aangerand. En ik heb er zelf niet een afspraak over seks gemaakt. Ik heb uiteindelijk niet geklaagd omdat ik te bang was voor repercussies. Was dat dan niet aanranding? Ja, als jij dat als aanranding ervaren hebt, maar dan had je aangifte moeten doen. Ik heb aangifte gedaan. Uiteindelijk konden ze niks doen. Maar ik heb uiteindelijk niet gezegd tegen hem, stop, want ik was bang. Hoe weet je dan dat al die vrouwen niet stop tegen jou wouden zeggen, maar het niet durfden? Nou, omdat ik wel weet wat ik gedaan heb. Kijk, je weet zelf als kerel echt wel of het naar aanranding ruikt of dat het gewoon met wederzijds goed vinden is, hè? Blijkbaar niet. Nou, als er heel veel vrouwen die zeggen van niet. Hoor. Nou, als er constant vrouwen zijn die constant zeggen dat het dus niet zo is, hoezo denk je dat jij het beter weet dan andere vrouwen? Ja, als jullie nu door de generatie waar jullie mee omgaan nu wel lastig gevallen worden, vind ik dat heel treurig. Is het niet makkelijk om de schuld te geven aan cancel culture in plaats van gewoon te reflecteren op kritiek of feedback? Ja, maar waar wil je heen? Dat misschien er een fout was en dat kan gebeuren. Waar was een fout? Misschien zijn er wel eens vrouwen geweest die het niet eens waren. Misschien zijn er wel eens dingen die we zeggen of doen dat niet kloppen. En dat is niet meteen cancelen. Nee, dat is niet meteen cancelen. Maar als er 50 jaar geleden fouten gemaakt zijn, dat sluit ik niet uit. Maar ja, wat moet ik er verder mee? Over die cancel... Dankjewel. Over die cancelcultuur gesproken en ook over die woke-cultuur. Want je hebt vandaag al meerdere keren gezegd dat... Nou, ik kan wel zeggen dat je daar een hekel aan hebt. Waarom is dat zo'n gevaar voor de media? Nou, er is geen gevaar voor de media. Ik zeg alleen dat de woke-cultuur, doordat ze heel actief zijn op social media,
wel veel macht heeft. Maar je hebt wel gezegd dat er tegenwoordig niks gezegd meer kan worden op tv. Dus dat is dan toch ook een gevaar voor de media? Kijk, wat je ook zegt, de pleuris breekt uit. Je kunt inderdaad niet meer zoals vroeger vrijuit praten op tv. En ik ben zo eigenwijs om het wel te doen. Maar dan heb je iedere dag dat gezeik. Nou, we weten wel een beetje hoe je denkt over de woke en cancel culture. Maar wat ik me dan eigenlijk afvraag, en misschien ook de mensen hier in de zaal, is zijn er ook positieve kanten aan deze woke culture en de cancel culture? Want er zijn ook mensen die echt wat verkeerd hebben gedaan, bijvoorbeeld bij The Voice, dat ook echt ter sprake is gekomen in deze periode. En ja, volgens mij is iedereen het er ook wel eens, en ook u, dat deze mensen dan ook van de buis zijn afgehaald. Jongen, word nou eens een journalist en probeer nou een beetje nuchter in het geheel te staan, weet je wel. Als er dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen, dan moet er keihard ingegrepen worden. Maar voorlopig worden er alleen mensen vernietigd in de publiciteit die later gewoon vrijgesproken worden. Kijk, Johnny de Mol is helemaal kapot gemaakt. Die regisseur bij The Voice ook. En ik sluit niet uit dat er nog meer, Danny de Munk, ook vrijgesproken. Maar ze zijn wel al gestraft in de media, want iedereen maakt ze kapot. Niet alleen die juice-kanalen, maar ook de serieuze kranten. Huwelijken gaan naar de kloten. En dan denk ik, de woke-cultuur die maakt iedereen gek op het ogenblik, behalve mij. Maar het stoort me wel. Want het is dus niets erger als mensen die geen strafbaar feit gepleegd hebben, neergezet worden als iemand die zijn handjes niet thuis kan houden. Dus, maar ziet u dus niks positiefs aan heel de woke? Ik zie aan de woke helemaal niks positiefs. Nee, ik wil er niks mee te maken hebben. En zolang ik leef, zal ik me er niks van aantrekken. Maar misschien bent u zelf ook wel heel woke. Want dat valt wel mee, hoor. Nee, maar hoe u zelf denkt. U noemt uzelf geen racist. U bent geen homofoob. U bent geen seksist. U vindt dat alle mensen gelijk zijn. Bent u zelf dan ook niet gewoon woke? En vindt u niet dat de mensen die dan het hardst schreeuwen en het meest extreem zijn, eigenlijk ja, de bovenhand hebben in het woke? Bent u dat zelf gewoon niet? Nee, ik ben geen woke, nee. En, ja, maar de definitie is dit, wat ik net vertel. Ja, maar ik heb niks met definities te maken, wat jij vertelt. Ik sta gewoon in het leven dat ik alle groeperingen, die accepteer ik zoals ze zijn. En ik ben nergens tegen. Maar ik vind ook wel dat je op alle groeperingen kritiek mag hebben en ook grappen over kunt maken. Maar dat kan ook niet meer. Als cabaretiers de grappen niet meer durven te maken, omdat het een rel oplevert. Ja, dan denk ik, dan zijn we een heel truttig landje geworden. Ik wil even terugkomen op een paar uitspraken. En dan in het specifiek die over het kaarsincident. Jacqueline Kleijer van de Volkskrant heeft het taalgebruik wat je daarin gebruikt heeft ontleed in een artikel. En zij zegt daar, Derksen noemt zijn daad een jeugdzonde. Dat betekent een misstap uit de jeugd. Met het woord iedereen in combinatie met het woord jeugdzonde anonimiseert hij zichzelf en maakt hij zichzelf onderdeel van ons. En hij doet alsof het een normale gang van zaken was om seksueel ernstig grensoverschrijdend gedrag te vertonen. Maar mijn eerste vraag daarop, hoe belangrijk is het taalgebruik in het vertellen van een verhaal, een anekdote in dit geval? Doet dat ertoe? Nee, bij ons niet, nee. Je kunt alles gewoon met ieder taalgebruik zeggen hoe je het wil. Ja. Dat is ook de charme van het programma. Wij stellen ons geestelijk onafhankelijk op. En wij zeggen precies wat we ervan vinden. En dat kun je ordinair vinden, grensoverschrijdend, dat zal maar een zorg zijn. Maar dat is ons programma. En wat de mevrouw van de Volkskrant van vindt, dat zal mij worst zijn. Dat mag zij vinden. Maar ben je dan bewust van de uitspraken, de invloed die jouw uitspraken hebben op het publiek? Want ja. Er zijn superveel kijkers, dat zeg je ja, ook. Ja. Ben je bewust en die blijven van de kijken. Ja, maar hoe die, dat kan dus ook. Denk je dat het positief is als iedereen op deze manier over dit soort situaties gaat praten? Nou, het is wel realistisch. Is dat realistisch? Om dat iedereen op die manier over dit soort situaties gaat praten? Ja. Ik kan het niet anders vertellen. Let u wel eens op uw woorden tijdens een uitzending dat u denkt van, hey. Nee, want dan is het programma niet meer. Dus u zegt altijd alles. Ja, en als een rechter me tot de orde wil roepen of moet roepen, dan hoor ik het wel. Dan gaan we door met een, want ik wil namelijk één ding niet. Dat is die slappe talkshows die de concurrentie
uitzend. Daar wil ik geen deel van uitmaken. Maar u let ook niet op na de relletjes op bepaalde anekdotes dat u denkt. Want jullie grappen er dan wel over in jullie uitzending. Van nou, laten we dat maar niet doen. Daar bent u niet van, hey, ik zal dit verhaal toch eventjes laten, omdat ik weet dat het commotie gaat opleveren. Het is, kijk, sommige verhalen die je vertelt, dat is niet slim. Want dan heb je na tijd een hele hoop gezeikt. Dan denk je, had ik beter niet kunnen vertellen. Maar kijk, het verhaal met de kaars, dat was echt een biecht. En ik vond het zo erg dat alle mensen gecanceld werden, terwijl er niets was bewezen dat ik aan wilde tonen. Ik wilde me heel kwetsbaar opstellen. Ik heb ook wel eens wat geflikt. Maar dan zat die Brabo-neger zat met Van der Gijp daar grappen over te maken en te schaterlachen. Waardoor het, ik heb nog in het verhaal gezegd, je schaamt je kapot. Maar dit en dit is er gebeurd. Om aan te tonen, jongens, ik ben ook niet brandschoon. En daarom ben ik ook wat voorzichtig om andere mensen beschuldigend te wijzen. Maar die twee gingen zitten schaterlachen. En toen werd het een grap. En het was helemaal geen grap. Het was een serieus verhaal. Maar ja, dan loopt het uit de hand. En dan is er geen houden meer aan. Ik vind het wel bijzonder dat u Steven Brunswijk weer bij zijn bijnaam noemt. Terwijl u gisteravond in VI gehoord heeft dat hij niet meer zo genoemd wil worden. Ja, maar ik ken hem als Brabo-neger al jaren. Hij zat altijd, als ik heb 6 jaar theatertours gedaan. En dan zat hij vaak in de kleine zaal. Dus ik weet hem niet anders als Brabo-neger. Maar u heeft gisteravond van uw collega Wilfred gehoord dat hij niet meer zo genoemd wil worden. Nee, maar dus misschien kun je aangifte doen. Nou, ik hoef geen aangifte toe. Nee, maar moet je luisteren. Ik wil hier best vragen beantwoorden, hoor. Maar je moet niet als een officier van justitie tegen me aan zitten zeuren. Want waar hebben we het over? Ik, inderdaad, Brunswijk heet hij. Want dat kun je onthouden omdat Ronnie Brunswijk. Brabo-neger is toch helemaal geen scheldpartij. Dat was zijn artiestennaam. Maar als dat dingen zijn waar hij zich niet prettig bij voelt, is dat dan niet verstandig om daarvan hij, aan te hij voelde zich er niet onprettig bij, maar men vond het woord neger niet meer kunnen. Nou, we gaan even door naar wat luchtigers. Dat is Dilemma Donderdag. Ik zal u 8 dilemma's voorleggen. Het is ook helaas een spelletje, maar ja, we komen er wel doorheen. Misschien vindt u het leuke vragen. Het gaat erom dat u zo snel mogelijk antwoord geeft tussen de twee dilemma's. En ja, de enige regel is dat u er antwoord op geeft. Bent u klaar? Komt een, media uit de jaren 80 of de huidige media? Huidige media. Gouda of Grollo? Gollo. Wilfred of René van der Gijp? Geef hem bij je. Lang levende liefde of een romantische comedy? Een romantische comedy. Hans Klein junior of Jan Boskamp? Jan Boskamp. Feyenoord of Ajax? Of geef hem bij je. Stoppen met roken of beginnen met drinken? Nee, beginnen met drinken dan eerder, ja. Oké, en dan Gordon of Angela? Nou, Angela, want ik heb niets tegen Angela. En tegen Gordon dus wel. Ja, vind ik een hysterische aansteller. Nou, gelukkig hebben we geen fragment van Gordon, maar van Angela hebben we wel nog een fragment, want die hebben we nog vandaag gebeld. Hey Johan, hier je grote vriendin Angela, je weet wel, die van het AD. De beste mensen van de school van journalistiek vroeg of ik nog een prangende vraag voor jou had. En ik heb er heel lang over nagedacht. En toen bedacht ik me dat ik er eigenlijk wel benieuwd naar ben hoe jij nu ontspant. Je bent natuurlijk iedere dag een uur op de televisie met VI. Daarvan moet je 5 uur heen en weer rijden. Je bent druk met radioprogramma's. Doet ondertussen ook nog allerlei andere dingetjes. Als er weer eens een programma belt of de vaar langs wil komen. Maar hoe ontspan jij nu? Hoe ontspan jij echt? Ja, hoe ontspan jij, Johan? Nou, ik ben op mijn 16e de deur uitgegaan en ik heb hard moeten knokken en hard moeten werken om steeds een stapje hoger te komen. Ik ben nu 74, ik ben nog steeds onderweg. En ik denk, als ik stop met werken, dan ben je met 74 een oude man. En ik doe iedere dag, neem ik een uur radio op voor Radio Veronica, vanavond tussen 11 en 12. Ik doe iedere dag een uur tv. 'S ochtends ben ik met de hond in het bos. En dit soort grappen, als het een beetje uitkomt, doe ik er tussendoor. En ik weet niet beter. Ik denk dat mijn huwelijk onder spanning komt te staan als ik de hele dag thuis zou zijn. Hè? Want als ik hier een uurtje ben, dan zit de helft zich aan mij te erger. Laat staan als je de hele dag rond iemand heen zit. Goed, ik kijk nog een keer naar het publiek. Als je een vraag hebt, ga staan. Wat is de reden dat je ja hebt gezegd om ons als een beetje, toch een beetje snotreuzerige beginners te woord te staan vandaag.
En nou, die reis hebt afgelegd. Kijk, ik heb altijd, dat heb ik altijd gehad. Ik ben op de school van journalistiek in Zwolle geweest, in Tilburg. Ik ben hier geweest. En ik vind, als je een grote jongen wordt in de journalistiek of in de tv-wereld, dan moet je niet arrogant doen door studenten van de school van journalistiek als lulletjes rozenwater te behandelen en daar geen tijd voor uittrekken. Want er is een tijd geweest, was ik net zo oud als jullie, en toen droomde ik er ook van om in de mediawereld te gaan werken, weet je wel. Dus je hebt heel veel mensen die veel op tv zijn, die naast hun schoenen lopen en die sterallures krijgen en vervelende trekjes. En ik ben wel een irritante man, maar die trekjes die heb ik niet. Dus ik ben ook in staat, als een voetbalclubje belt voor een interview voor het clubblad, dan doe ik dat vaak eerder dan dat een krant belt, weet je wel. Want dan denk ik, ja, die mensen moet je gewoon serieus nemen. Dat zijn ook oprechte mensen. En de school van journalistiek is niks mis mee. En ik had het geluk in mijn tijd dat je heel makkelijk in kon stromen bij kranten. Het was heel, of makkelijk, maar als je een beetje goed deed, dan kreeg je meteen een vast dienstverband. Jullie zitten met het probleem dat de mediawereld krimpt en dat het steeds moeilijker wordt om een baan te krijgen. Dus in dat kader zijn jullie niet te benijden. En dan vind ik het ook wel lekker om je wat realisme duidelijk te maken. Kijk, want de journalistiek, joh. De journalistiek bestaat helemaal niet meer. Het zijn allemaal dingen die je met tegenzin moet doen. Ik zal je vertellen, Van Gaal, die heeft dus geïntroduceerd dat ieder interview gelezen moest worden. Dat las hij dan. En dan kreeg je het terug met allemaal veranderingen. Tijdens het gesprek zei hij leuke dingen en dan zei hij er meteen bij van, maar dat haal ik dadelijk weg. Ik weet nog wel dat ik eens een keer terugkreeg. Had hij ook nog twee taalfouten gevonden, had hij erbij geschreven, dit is een germanisme. Dat was Van Gaal. Maar heel Nederland doet dat nu. Dus je gaat als volwassen journalist, iemand uit de voetballerij, ga je interviewen en die vertelt een verhaal op de band en hij gaat 40 dingen veranderen. Want hij leest het, de trainer leest het, de voorzitter, de zaakwaarnemer, vaak een advocaat en zijn vader en moeder. En die gaan allemaal zitten krassen. Het is verschrikkelijk. En dan denk ik, ik ben helemaal niet geïnteresseerd in die verhalen van voetballers. Want ze hebben mediatraining gehad, ze geven nog wel geluid, maar ze zeggen niks meer. Dus ik ben er niet in geïnteresseerd. Maar de lezersonderzoeken wezen aan dat de mensen het wel willen lezen. Dus wat moet je dan als hoofdredacteur? Die onzin publiceren. En je hebt niets meer te zeggen, je bent niet meer de baas. Je moet je oren laten hangen naar die voetballers. Als iemand iets kritisch schrijft over een voetballer, praat hij niet meer met de media. En wat zie je nu? Dat de journalisten alle trainers en voetballers in hun hol kruipen. Je hebt zo'n jongen bij het AD lopen. Die is eerst bevriend met Koeman. Dan is hij weg. Dan is hij bevriend met een ander. Je ziet het nu bij Ajax. Heitinga is geadopteerd door de Telegraaf. Die wint van Cambuur. En de hand van Heitinga is de kop. Nou, jij had ook met Ajax van Cambuur gewonnen. Dus het is allemaal niet zo leuk, hoor. Kijk, en bij ons, ja, wij trekken ons er niks van aan. Maar het is niet gebruikelijk dat een programma van Talpa de Talpa-programma's belachelijk maakt. En wij doen dat wel. En laatst was ik bij John de Mol. En die had een A4'tje volgeschreven met beledigingen die ik over hem gezegd had. Dat heb ik hem ook uitgelegd. Ik zei, John, als wij daar zitten en we zijn kritisch over alles en iedereen, dan zijn we toch hypocriet als we de familie de Mol ontzien? Weet je wel, daar hebben ze dan toch moeite mee. Gelukkig hebben we het in contract op laten nemen dat wij de hele familie de Mol helemaal de grond in mogen lullen. Want we voelen die bui al hangen natuurlijk. Maar het is allemaal niet meer zo leuk. En jullie staan aan het begin van je carrière en je moet nu gewoon genoegen nemen met een lullig krantje om ervaring op te doen, want dat is hartstikke belangrijk, om verder te komen in de journalistiek. Maar er zullen er heel veel van jullie zijn die niet eens een voet tussen de deur krijgen. Dus ik vind het dan wel belangrijk dat wij oude knarren, gepensioneerden, dat die dan nog wel de moed en de lust hebben om eventjes langs te komen. En dan hoef je het nergens meer eens te zijn, want ik praat gewoon uit mijn ervaring. En in mijn ervaring kwam geen woke en al dat gezeur, ik kwam helemaal niet voor. Dus ik praat gewoon realistisch wat ik meemaak. En zo is het. En laat je niet gek maken door alle verhalen. En kijk, ik ben zelf gastdocent geweest op de school van journalistiek. En daar heb ik ook dingen meegemaakt. Ik zat eens een keer een verhaal te vertellen in Tilburg. En na een half uur waren er drie
die op rolschaatsen zo voor me langs schaatsten en die gingen weg. En ik zeg van, het interesseert jullie niet. Jawel, maar als ze dan de les bezocht hadden, kregen ze punten. En de punten waren binnen, dan gingen ze naar het café. Weet je wel, dan denk ik, ja, dat worden geen goeie. Hè? Dat worden geen goeie. En zo heb ik meegemaakt dat ik ook in Tilburg een man die ik eruit gedaan had, omdat hij helemaal niks kon, die had ik op maandag ingehuurd voor de nieuwsberichten te maken in de krant. Hè? Allemaal de nieuwtjes te bellen. En ik kom daar op de school in Tilburg in die lerarenkamer en daar zit hij. Ik zeg, goh, wat doe jij hier? Hij zegt, ik ben docent nieuwsberichten schrijven. Ja, dan vergaat je alle moed, hè? Nou, je kunt wel een grote bek hebben en Mr. Big Star op tv uithangen. Maar je moet wel gewoon met je been op de grond blijven en je realiseren dat jullie nu aan een carrière beginnen die ik al lang gehad heb. En in mijn tijd was het moeilijk, maar in jullie tijd nu is het nog veel moeilijker. Dus enig doorzettingsvermogen is wel vereist. Dankjewel. Goed, we gaan even door naar de volgende vraag. Ik zag dat hier achter mij iemand was met een vraag. Sta je nou de hele tijd dat meisje in de nek te hijgen? Anders pak. Johan, aan het begin van de uitzending heb je het over die vriend van jou. En spreek je enorme bewondering voor hem uit, omdat hij van geld verdienen naar zijn passie eigenlijk volgen is gaan doen. Even over wie heb je het? Over Ben van de niet. Clarks. Oh, hij? Ja. 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 en nu ben je eigenlijk zelf iets aan het doen wat je totaal niet leuk vindt, puur voor het geld. Hoe rijm je dat met elkaar? Nou, ik doe radio en dat vind ik erg leuk. Hè? Maar kijk, ik zal je uitleggen, jongens, waarom ik daar zit. Het is heel eenvoudig. Ik noem het altijd hebzucht. Maar dat is het in zekere zin ook. Ik heb 3 kinderen in jullie leeftijd. Die hebben alle 3 hetzelfde probleem wat iedere kind nu heeft. Een huis kopen, dat kan haast niet meer financieel. Nu was er een regel, die is nu per 1 januari afgeschaft, maar dat was de jubelton. Dan mocht je als kinderen het besteden aan een huis, mocht je belastingvrij een ton aan je kinderen schenken. Ik heb 3 kinderen, dat hebben wij 2 jaar gedaan. Dus ieder 2 ton. En dat was het beginbasis voor hun. Die hebben nu alle 3 een huis kunnen kopen. En ik denk van, ik rijd wel voor een uurtje even uit Drenthe daar naartoe om in deze vorm voor je kinderen te zorgen. Ja. Dat is het hele verhaal. Dat is het enige. Ja, dat is het enige. Okay. Het is niet mijn hobby. Nee. Goed, je zegt ook dat je niet zo goed overweg kan met Wilfred en René. Nou, wij al niet goed overweg. Ja, wij zijn, kijk, dat zijn geen vrienden. Nee, absoluut niet. Nee. Wij hebben totaal uiteenlopende karakters. We komen niet bij elkaar over de vloer. Wilfred komt 2 minuten voor de uitzending, komt hij. Dus enig overleg is er ook niet. Ik praat met iedereen in TV-land, behalve met mijn 2 konuiten. En kijk, wij moeten zo'n stand-upje doen in het begin. Dat is niet omdat dat journalistiek is of wat dan ook. Nee, dat is, dan hebben ze weer daarna een ruimte voor 8 minuten reclame. Weet je wel, daar is dat voor. Want je bent in dienst van de reclame. Je bent omhulsel van reclame. Maar Wilfred, die komt altijd te laat. En ik sta wel eens voor dat rode lampje. En dan is hij er niet, hè. En dan is het paniek. En dan moet je de zaak redden. En ik heb hem nog nooit zo boos gezien. Ik sta daar weer te wachten. Waar is Wilfred? Wilfred, die komt niet. Dus het lampje gaat branden. Dus dan zeg ik, nou, dames en heren, onze presentator, die verdient 5 keer zoveel dan onze minister-president. Maar hij vindt het niet nodig om op tijd te komen. Nou, en dan kwam hij aanrennen, hè? Helemaal wild. Maar dat lijkt me dan niet een hele fijne collega. Zou je dan niet een keer na al die jaren met iemand anders willen samenwerken? Hij is uitermate geschikt voor dit programma. Ook al is hij te laat. Nou ja, dat gebeurt niet iedere dag, maar wel regelmatig. Maar, en hij woont het dichtst bij, hè? Dat is het erge. Maar kijk, hij is uitermate geschikt, want hij kan mensen triggeren. Hij kan mensen uitdagen. Wat Wilfred doet, dat is mij. Hij weet precies hoe ik over iets denk. En dan een voorzetje geven en dan denkt hij, die kopt hij het wel in. Nou, en ik lul. Ik kop hem in. En dan zegt Wilfred, nou, kan dat wel, zeg. Kan dat wel. Weet je wel, en dan kan ik hem wel voor zijn hartje slaan, weet je. En Van de Gijp, die zit heel anders in elkaar. Die heeft van die stopwoordjes, die zegt dan een hele ernstige zaak. En dan zegt René, ja joh, lekker man. Dat meisje van Kneteman zat laatst te vertellen dat het was donderdag de zoveelste.
precies 10 jaar geleden dat haar vader was overleden. Waarop René zegt, ja joh, lekker man. Ik zeg, nee, ja dat heeft hij. Hè. En als René een verhaal niet interessant vindt... Kijk, René heeft een hekel als die jongen van de Telegraaf te zit, Wierduk. Want die praat over Rusland en over politieke zaken. En daar is René niet zo in geïnteresseerd. René is de voetbaljongen gebleven. Hè? En dan wil René een ander onderwerp. En dan zit je midden in een serieus onderwerp. En dan gaat het over Poetin. En dan roept René plots, ja, die zou zijn reet moeten neuken. En dan is het hele verhaal ligt stil. Hij brengt een beetje ook de humor erin, de platte humor. Nou ja... Net hoe je het wil noemen, maar hij heeft wel de lach aan zijn kont hangen. En daar zijn heel veel cabaretiers, die zijn daar heel jaloers op. Denk je dat hij zelf ook op de planken kan gaan staan? Als heeft cabaretier? Heeft hij gedaan? Dan heb ik zelf, de volgende keer als we René zouden hebben, zou ik daar research naar gaan doen. Hey, jullie programma blijft best wel populair. Die heeft tussen de 800.000 en 1 miljoen kijkers gemiddeld. Daar begrijp ik geen reet van, hoor. Ik neem het zelf allemaal niet zo serieus. Nou, maar u zegt net wel dat u het begreep, want u bent nou ja, dus een stem ik begrijp, voor... ik begrijp, kijk, wij zijn het enige programma op de Nederlandse tv waar de mensen zich onafhankelijk opstellen. He, want overal worden de woorden gewogen en als je politicus bent heb je alle reden om je woorden te wegen natuurlijk. En wij staan onafhankelijk in het leven en dan gaan we wel eens iets te ver. Het is wel eens, mijn vrouw die zegt bijvoorbeeld, ik vind het zo stuitend ordinair, ik kan er niet meer naar kijken. Die kijkt alleen als John de Mol het geld overgemaakt heeft. Maar dat realiseren we ons best. Maar het is aan de andere kant ook wel verfrissend tussen al dat melige gelul en al, kijk, dat Piepkuiken, die zit, hoe heet die gozer? Piepkuiken noemen wij hem. Mark ja, Marie. Ja, die zit haast iedere avond in een talkshow en ik vraag me iedere avond af, wat doet hij er? Want hij vertelt niks. Heeft niks toe te voegen. Maar dus het is zo dat omdat jullie heel erg open zijn en alles durven te zeggen en eigenlijk ook een stem zijn voor de zwijgende meerderheid in Nederland, dat jullie een succesvol programma zijn. Ja, en ik ben er niet trots op en het heeft niks met journalistiek te maken. Maar ik moet zeggen, kijk, dat is ook weer zoiets. Ik verdiende als hoofdredacteur van VI 17.000 euro. En dat is hartstikke goed salaris. En per maand. Wat zeg je? Per maand. Ja. En dat is aardig goed, ja. Ja, maar ik had ook 200.000 bladen. En dan werkte je 7 dagen in de week voor. Je was dag en nacht met dat blad bezig. Toen verdwaalde ik op de tv. Omdat Hugo Borst, die had bij mij gewerkt. En die werd eindredacteur van het tv-programma. En ik wilde helemaal niet op tv. Want dan moet je bij Feyenoord... Dan ben je anonimiteit kwijt. Moet je voor je leven rennen bij Feyenoord. Hè? Als je een keer wat over Feyenoord geschreven hebt. Dus, maar ja goed. Dan, om Hugo te plezieren een keer te gaan zitten. En ik ben er niet meer weg geweest. En toen wilde dus... Toen zagen die tv-baasjes... Die zagen dat wij... Dat wij iets hadden wat niet gebruikelijk was in tv. En toen moesten wij bij de directie van RTL komen, weet ik nog wel. En toen zeiden ze van... We geven jullie een 4-jarig contract. De man 500.000 per jaar. En denk daar eens over na. Het weekend, dan kunnen we maandag zaken doen. Ik zeg tegen Wilf, wat heb jij een pen bij je? Maar René, die had in die tijd... Die heeft nog steeds een zaakwaarnemer uit het voetbal, hè? En die directeur van RTL was een hele nette ex-bankier. Een hele keurige meneer. Die zit achter zo'n mooi eikenhouten bureau. En René had het over hem tot zijn navel over met een hoop gouden kettingen. En die moest nog even op de gang met zijn zaakwaarnemer overleggen. En die komt weer binnen, rammelend van het goud. En die zegt tegen die deftige man... Hey, tonnetje erbij, zijn we eruit. Gelukt? Nee. Maar dat had ik ook niet gedaan. Jongens, nee, maar daarom zeg ik ook altijd... Het is legaal stelen als je daar gaat zitten. Mijn vrouw komt uit de zorg. Die zegt, ik kan er niet aan wennen. Jij zit een avond uit je nek te lullen, moest ik de hele maand voor werken. Dus er is iets geks in, maar dat is de gekte van de tv-wereld. Heb je kijkers, dan heb je macht, dan word je betaald. Heb je geen kijkers, sta je op straat. Okay. Laatste keer, kijk naar het publiek. Als je nog vragen hebt, dan... Is nu je laatste kans. Denkt u dat u het linkse woke-tuig nodig heeft in uw woorden om groot te blijven? Nog een keer. Denkt u dat u het in uw woorden linkse woke-tuig nodig heeft om groot te blijven? Nee. Nee? Want u heeft meer kijkcijfers wanneer u zich er tegen afzet.
Nee, maar je denkt toch niet dat ik daar zit te lullen voor de kijkcijfers? Nou, je zegt zojuist dat je zit voor het geld. En geld en kijkcijfers zijn gelijk. Ja, nee, maar als je toevallig kijkers hebt, dan heb je in de tv-wereld, tenminste bij de commerciële, heb je ook veel geld. Ja, zo werkt dat. Maar het is niet zo dat wij van tevoren afspreken, als we dat zeggen, hebben we veel kijkers. Want ik denk dat ook heel veel mensen in Nederland mij haten. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Ja, maar u heeft meer kijkers op het moment. Misschien zegt u het niet intentioneel, tuurlijk niet. Maar u heeft meer kijkers op het moment dat u meer controversieel wordt. En u geeft zelf ook aan dat u voor de stille rechtse midden, hoe u het ook wilt noemen, ja, populair bent. Maar, nou ja, maar u heeft die afzetcultuur nodig. Ik praat nodig. Niet voor die groep, maar die groep heeft mij een beetje omarmd. Maar kijk, wij weten ook niet, dan zou alles gepland zijn en gescript. Maar wij weten niet wat we gaan doen. Hè? Van der Gijp die komt uit Dordrecht en die is er altijd laat. Wilfred is 2 minuten voor de tijd en ik hou dan even een half uur altijd speling voor een file. Maar wij zien elkaar van tevoren niet. We zitten in zo'n hockey en die floormanager roept dat het de hoogste tijd is. We gaan zitten. Wij weten niet over welke onderwerpen we praten. Dus alles komt er spontaan uit. Ja, maar u weet ook wat u niet gaat zeggen. U weet dat u niet eens gaat zijn met bepaalde groepen. Ik ga niet eens zijn met mevrouw Kaag. Nee, daar word ik nooit mee eens. Nee, en mensen vinden dat fijn. En u geeft zelf ook dat u daarvoor opkomt. Dat heeft u zelf ook vaak ontkend. Ik kom inderdaad op voor de groeperingen waar ik denk dat het goed voor is voor op te komen. En als ik dan naar de met PvdA mensen bezette tafels kijk bij de VARA en met de dominees bij de EO, dan denk ik, dan hebben wij ook een plaatsje in het omroepbestel. Ja, en groepen, de groep die zichzelf nu geeft te personificeren, zijn er omdat er andere groepen ontstaan. Ja, je gaat nou wel heel ver. Ik kan het nu allemaal niet meer volgen, hoor. Want u zit in een groep omdat er andere groepen ontstaan. Nou, dan kunt u best complotdenken noemen, maar dat is natuurlijk makkelijk om niet op de inhoud in te gaan. U bestaat omdat u tegen iets bent. Of voor iets. Of voor iets. Ja. Maar met voor iets zijn ben je ook tegen iets. Ja. Dank ja, dat is mijn charme. Daarom een, zit ik daar. Een mooie les. Als je ergens voor bent, ben je ook ergens tegen. Zijn er nog andere ja, vragen? We hebben nog tijd voor 1 vraag. Ja. Daar. Meneer. Ik had eigenlijk een beetje een andere vraag. Want u vindt bijvoorbeeld het programma waar u zelf in zit misschien niet het leukste programma. Ook andere talkshows vindt u niet leuk om naar te kijken of gewoon geen goede programma's. Maar als u dan zelf een eigen programma zou mogen maken, het mag overal overgaan, u heeft geen beperkingen, wat zou u dan op tv zetten? Het liefste had ik gemaakt dat programma wat Matthijs maakte met live muziek. Omdat u zelf ook een radioprogramma met ja, dat blues, vond ik ontzettend leuk om naar te kijken en dat had ik ook graag willen doen. Maar bij RTL deed ik ook de muziek, hè, de bandjes. Kijk, op een gegeven moment kwam de directeur van RTL. En die zei, we moeten muziek bij het programmaatje doen, live muziek. Hij zei, en ik heb een vriend, die heeft een Dixieland band. Ik denk, oh, nu moet ik ingrijpen. En ik kende Danny Vera, die woonde in Middelburg. Die had geen optredens, die had geen geld, die had niks. Niemand was geïnteresseerd in Danny Vera. En ik heb gezegd, we zetten Danny Vera er neer. En die is nou Mr. Big Star. En ik nam vaak Amerikanen die in Nederland toerden, nam ik dan mee om eventjes te spelen bij ons. Maar dat gaf me een heisa en een ellende. Ik had, het zal jullie niks zeggen, maar Walter Trout en Kenny Wayne Shepherd, dat soort gitaristen had ik mee. Maar dan lopen er dus bij ons programma, tijdens het spelen van een deuntje van 3 minuten, lopen er 400.000 tot 500.000 mensen weg. Want dat voetbalvolk wil John de Bever en niet Kenny Wayne Shepherd. Dus ik kwam een keer binnen met de zanger van Dr. Hoek, die ik ontmoette bij de platenmaatschappij. En die was in Nederland. Ik zei, nou, als je met mij meerijdt, dan kun je vanavond even live Sylvia's Mudder zingen. Dus ik kom de gang inlopen en dan kom ik de directeur van RTL tegen. En die zag de bui alweer hangen en die zegt, wat heb je nou weer van idioot meegenomen? En dan maakten ze zich druk als iemand 2,5 minuut zong in plaats van 2. En dan maakte ik me druk, want vervolgens ga je dus 3 reclamebokken van 8 minuten. Dus muziek, dat is vloeken in de kerk, in de tv-wereld. Want muziek is heel smaakgevoelig. Er is ook niets erger als je omgeving lastig valt met jouw muziek. Kijk, mijn vrouw is van Pink Floyd. Ik haat Pink Floyd. Ik kan alle gitaarsolo's kan ik dromen. En die lul van Pink Floyd, die staat gisteren Poetin te verheerlijken ook nog. Weet je wel? Maar
dat is heel vervelend. En dat heb je bij tv ook. Daarom vond ik het heel goed dat de VARA dat programma durfde te maken. Want als die muziek je niet aanstaat, kijk je ook niet. Hangt dat dan ook samen inderdaad met de kijkcijfers? Omdat de muziek zo persoonlijk is dat mensen geen programma's durven te maken over muziek. Ze zijn heel huiverig voor muziekprogramma's. En daarom vonden ze goed. En Matthijs had een ontzettend leuk live programma. Kijk, je had jarenlang maar twee live muziekprogramma's. Dat was Rock Palace op Duitsland en Jules Holland op Engeland. En die ordinaire straatzangers die de dienst uitmaken in Nederland, die maken dan een programmaatje en die noemen zichzelf ook nog de beste zangers. Maar dat vind ik niet interessant. Ja, dus inderdaad, als u een programma zou mogen maken, zou dat had ik graag gedaan, ja. Okay. Dat had ik graag gedaan. Dank u wel. Ja. Goed, we zijn alweer aangekomen bij het einde van deze uitzending. Als je al deze vragen hebt gehoord, heb je dan een beetje vertrouwen in de toekomstige lichtingjournalisten? Ja, maar ik vind die mensen, kijk, ik begrijp dat heel goed, hè, want ik kan me nog heel goed herinneren dat ik deze leeftijd had. En dan komt een meneer die iedere avond met zijn grote bek op tv zit en je bent het heel vaak niet met hem eens en hij is bij rellen betrokken en wie denkt hij nou dat hij is dan? Dus dan gaan mensen toch een beetje tegenstribbelen. Dat is heel normaal, maar dat moet ook. Dat hoort ook bij de leeftijd. Maar wat ik op jullie voor heb, ik heb de 60 jaar in de media op zitten en jullie nog in 60 minuten, weet je wel. Dus je zult nog heel veel teleurstellingen tegenkomen, want als je hier aan een studie begint, idealiseer je zo'n wereldje, hè? Maar van journalistiek is haast nergens meer sprake. Dat kan niet meer. Je moet ordinair kranten verkopen. Ik hoor dat de voorzitter of de hoofdredacteur van de Telegraaf, die loopt boven de redactie. En er zitten koppenmakers en die schreeuwt dan, die kop moet weg, want dan verkoop je geen kranten mee. Zo gaat het. Maar dat was jij vroeger toch ook bij Voetbal International? Ja, zeker. Je wilde verkopen. Jazeker, ik had 105 mensen aan dienst, in dienst. Die hadden allemaal een hypotheek, allemaal studerende kinderen. Dus ik had maar één doel, ik moet 200.000 van die dingen verkopen. Alles moet ik mensen ontslaan. Dat was je doel. En dan moest je heel veel water in de wijn doen. Maar nooit zoveel dat je voor het product moet schamen. Dat moet je voorkomen. Maar ik moest rubriekjes die goed gelezen werden, die haatte ik. Nou, je hebt dus 60 jaar in de media gewerkt. En daarin heb je heel veel geleerd. En ja, wij hebben nog niet eens 60 minuten precies in de media gehad. Nee. Dus kan jij ons alsjeblieft vertellen wat de ultieme tip is wat jij in die 60 jaar hebt geleerd? Ja, nogmaals, het heeft niks met talent te maken. Het heeft met ijver te maken. Bovenop het nieuws zit, bellen. Harder werken dan je collega, wat tevens je concurrent is. En als je het goed doet bij een bedrijf, dan krijg je een vaste aanstelling. Ik zie het bij ons, als die mensen bij ons bij de redactie komen werken, die goed werken, vaste aanstelling. En die waarderen wij ook. Wij werden door John de Mol overgenomen met de eis dat alle mensen meekwamen. Hè? Alle mensen. De juffrouw van de smink, alle redacteuren, anders hadden we het niet gedaan. Dan zijn mensen ook best solidair. En niet wanhopen als je tegen teleurstellingen aanloopt, heb je geen werk. Zelf bellen, verhalen maken met mensen, bij bladen aanbieden. Gewoon als je een goed verhaal hebt met iemand, dan zijn er allerlei bladen in geïnteresseerd. En niet moeten opgeven en je ook niet gek laten maken door types als ik, die natuurlijk een beetje blasé zijn, want we hebben alles al 100 keer meegemaakt. En niets menselijks is je vreemd, maar ja, jullie zijn nog wel eens vreemd. Vreemd opkijken van wat je hier allemaal hoort en wat je leert. Kijk, ik was achteraf blij dat in mijn tijd nog geen sprake was van de school van journalistiek. Want hoe lang is de opleiding? 4 jaar? 4 jaar, ja. Kijk, jullie zitten hier 4 jaar om al dat geneuzel aan te horen. En ik werkte 4 jaar bij een krant. Dus na 4 jaar had ik veel meer ervaring in de media dan toen jullie hier van de opleiding kwamen. Dat was mijn voordeel, maar dat kan nu niet meer. Want als je nu geen school van journalistiek hebt, dan kom je niet eens binnen met een sollicitatiegesprek. Dan kun je alleen nog aan de talkshowtafel belanden. Het is tijd om de beste vraag te kiezen. We hebben een giftcard, die mag je uitreiken aan degene die de beste vraag heeft gesteld. Iedereen die een vraag heeft gesteld, willen jullie nog even gaan staan? Dat is misschien wel handig. Je mag kiezen wie de beste vraag heeft. Nou, dat meisje hier vooraan, die zo'n notore dwarsligger. En ik heb gehoord, de eerste prijs is een pitcher. Ja, nou Kai, dus je mag hem zo komen ophalen. En als je de pitcher op hebt, dan kijk je weer heel anders tegen de problemen aan. Jongens, mag ik een applaus?